السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najima. Vandaag even wat anders. Ik wil toch met jullie iets delen wat heel belangrijk is. Het gaat om de videohulpverzoeken die zeg maar vanuit Marokko naar Europa komen. Ze komen niet alleen maar naar Europa, maar door de hele wereld worden ze verspreid. Je kent het wel, die video's waar de mensen bij arme mensen langs gaan en gaan filmen. Zoals laatst ook het filmpje wat jullie voorbij hebben zien komen met dat meisje met dat bocheltje op de rug. En een voet die aan het rotten is. Niet alleen maar dit soort filmpjes, maar ook de filmpjes die daarvoor zijn verspreid. De afgelopen jaren die ik met de stichting heb opgedaan in Marokko, heb ik heel veel gezien met mijn eigen ogen. Ik heb ook heel veel meegemaakt. Ik heb ook heel veel van mijn fouten geleerd in het verleden. Heel veel mensen of heel veel stichtingen die ook pas best zijn begonnen, die willen ook natuurlijk gelijk wat bijleren, zodat ze in de toekomst hier beter op kunnen letten. Het is natuurlijk alleen maar goed om elkaar hier zeg maar in te helpen en om uitleg te geven. Maar ook voor de mensen die heel graag hulp willen bieden. Vele mensen, als ze naar zo'n video kijken, dan worden ze gelijk emotioneel. Tuurlijk, het is zielig. Het is triest hoe het eruit ziet. Zo'n iemand die begint dan ook te schreeuwen, begint dan de staat de schuld te geven. Je kent het wel. Maar wat ik wil zeggen, beste mensen, omdat ook mij heel veel mensen mij echt, ik word er helemaal gek van dat mijn mensen dagelijks daarin taggen of WhatsApp video's sturen of door bellen gewoon en ga zo maar door. Je wordt er gewoon echt helemaal gek van, subhanallah. En daarom wil ik deze video gelijk maken om het jullie gelijk uit te leggen. Als eerste gaat deze video's wereldwijd rond. Jullie moeten weten, alhamdulillah, moslims wonen wereldwijd. Dus dit soort mensen krijgen meestal ook gelijk hulp. Er wordt gelijk geld gestuurd, subhanallah. Van alle kanten wordt er geld gestuurd. Om deze persoon te helpen. Maar alleen wordt er heel vaak niet gevraagd of onderzoek wordt er niet gedaan. Hoe zit het meisje? Is ze al naar het ziekenhuis gebracht? Is ze al naar een dokter gebracht? Ik heb ook meegemaakt, als we dit soort mensen bellen en we zeggen we zijn een stichting, we willen helpen. Waar is het meisje? Er komen nu mensen die gaan haar brengen naar het ziekenhuis. Dan hoeft het allemaal niet meer. Want dan is ze al onderweg naar de dokter. Dan is ze al naar het ziekenhuis. Et cetera, et cetera. Maar als je dan privé belt en je zegt, ja, wat wil je? Dan hebben ze geld nodig, subhanallah. De enige dan, wat ze dan meestal nodig hebben, is geld. We hebben meegemaakt, beste mensen, dat heel veel mensen in het begin dan willen ze geholpen worden. Maar op een gegeven moment zien ze dan zoveel geld binnenkomen. Dan denken ze van, subhanallah, hier kunnen we geld mee verdienen. Het is echt zo, Loomstein. Ik lig hier niet, Allah is getuige hiervan. Er zijn zelfs mensen die wij hebben geholpen. We hebben zoveel moeite gedaan. We hebben zo lang gereden, lange reis gehad. Op het punt dat we hun naar de kliniek willen brengen, doen ze de deur voor ons dicht. Omdat ze niet geholpen willen worden. Waarom? Want als ze geholpen worden, dan valt er geen geld meer te verdienen. Ik zeg niet dat het bij allemaal zo is, maar wij hebben dat meegemaakt. Dat diegene gewoon ziek wil blijven. En dat ze gewoon haar lichaam, subhanallah, als het ware verkoopt. Door haar ziekte om geld binnen te krijgen. Heel veel van dit soort mensen hebben zelfs huizen gebouwd daar door die ziekte, subhanallah. En wat ik ook heel raar vind, beste mensen, is dat je nooit een update krijgt. Zoals dit meisje, die is naar het ziekenhuis gebracht. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, ze wordt op dit moment behandeld. Waarom gaat dezelfde persoon die liep te schreeuwen, niet filmen en zeggen, beste mensen, kijk, alhamdulillah, muhsinin van het buitenland hebben ons geld gestuurd. We hebben haar gebracht met de ambulance en we zijn in het ziekenhuis nu. Ze wordt nu op dit moment geholpen. Zoals wij ook altijd doen. Wij laten altijd updates zien. Desnoods ambulance voor de deur, dat laten wij allemaal zien. We komen het ziekenhuis binnen, dat laten wij zien. Ze wordt geholpen, ze is in een infuus. Ze wordt geopereerd, dat laten we allemaal zien. Nee, het enige wat wij zien is geschreeuw. Ze laten ons de beelden zien wat ons heel emotioneel gaat raken. En dan zullen we daarmee zitten. En dan wordt er allemaal geld gestuurd. Het zijn zelfs stichtingen of mensen die blindelings gewoon geld gaan inzamelen. Zonder dat ze diegene hebben gebeld. En uiteindelijk later, dan weten ze niet hoe ze dat geld moeten geven. Ja, dan worden wij gebeld. Kunnen wij daar naartoe rijden? Nee, zo gaat het niet. Ik ben heel voorzichtig met het geld van de mensen. Ik ga niet zomaar geld brengen omdat jij zo nodig iets wilt laten zien. Nee.
Beste mensen. En ik heb al gezegd, ik heb van mijn fouten geleerd in het verleden. Ik heb van mijn fouten geleerd. Dus je hoeft mij ook daar niet in te taggen. Je hoeft mij ook niet WhatsApp te sturen van, kun je deze mensen helpen? Nee, deze mensen worden geholpen, mensen. Wallah, ze worden geholpen. Alhamdulillah hebben we vele moslims, goede moslims, ook in Marokko. En vele stichtingen ook. Maar ook wereldwijd. Maar alleen wordt het ons nooit laten zien. Het enige wat ons wordt laten zien, is alleen maar de beelden van dat moment, subhanallah. Dus daarom, beste mensen, barakallahu fikum, doe eerst goed onderzoek voordat je iets geeft of voordat je iets verspreidt. Want nogmaals, ik moest deze video maken, want ik word er gewoon gek van. Elke keer. Barakallahu fikum. En nogmaals, het is alles wat ik nu zeg, hebben we allemaal meegemaakt. Maar alhamdulillah, wij hebben van onze fout geleerd. Want wij hebben echt gemerkt, als wij erin gingen springen en we zagen het, was gewoon een chaos. Hulp kwam van alle kanten. Er werd geld gedoneerd van alle kanten. Gewoon heb ik het over duizenden euro's. Maar dan houden ze hun mond stil. Dan verspreiden ze niks. Dat is mijn advies, barakallahu fikum. En ik hoop inshallah dat we van elkaar leren. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.